ja, vandaag spelen we de eerste oefenwedstrijd na een zomerstop. We zijn te gast bij de Eindse Boys hier in Nederweert. Hier gaan drie oefenwedstrijden plaatsvinden. Vandaag staat op het programma de wedstrijd tegen Victoria Köln. En we gaan eens kijken wat het allemaal gaat worden. De coryfeeën zijn nog niet hier. Geen Yilmaz, geen Siovas. Maar wel heel veel sfeer en heel veel supporters. En we gaan er gewoon een fijne middag van maken. Ja, vandaag zijn we Eindse Boys, eerste vriendschappelijke wedstrijd. Ja. Vind je ervan? Ja, ik vind het tot nu toe vind ik het leuk. Ik vind het aangenaam. Het is lekker weer. Nu ook nu jongens te zijn. En nou ja, we gaan met volle moed het nieuwe seizoen gaan we aan. Dus. Lekker dat de Fortuna familie gewoon weer eens een keer bijeen is. Ja, precies dat, ja. Een hoop ja, bekende gezichten weer gezien, maar op het veld ook een hoop nieuwe gezichten. Dus ik ben verrast, ja. Ik ben blij verrast. Ja, eindelijk een seizoen kunnen we beginnen, voetbal kunnen we beginnen. Dus ik hoop dat we een zwaar seizoen hebben. Wedstrijd van vandaag, mooi. Ik wil kijken of we het zwaar van maken of niet. Ja, ik geloof dat we ook maar drie echte basisspelers in het veld hebben staan. De rest moet nog komen, denk ik, een paar. Ja, ik denk dat ze de tweede helft gaat basisspelers gaan erin zetten. En dat ze die Duitsers gewoon afmaken, of niet? Goed zo, laten we dat afwachten. Drink nog lekkere pils, geen maak er een leuke dag van. Ja, dankjewel. Ja, we staan hier bij de dames, de vrijwilligers van de vereniging. Gezellig? Ja, heel gezellig. Er wordt nog eens druk hier, hè. Ik heb... We zijn niet gewend dat hier zoveel mensen komen. Wij spelen zelf in de vijfde klas, hè. Dus dan komen er niet meer zoveel mensen op ons terrein. Oké, nu zijn er meer lui. Maar je verkeert ook flink het woord. Wat zag ze? Ja, zeker. Ik geloof dat we al 6 blikken verkocht hebben, dus het loopt goed. Ja, de meisjes van de vereniging. Ja, zeker. Je voetbalt die? Ja, dat klopt. Bij de MO15, toch? MO15. En vandaag Fortuna op bezoek. En dat is een leuk feest. Dat is zeker heel leuk. Dat is echt heel leuk. Dat is dat wij zo'n club uit de Eredivisie mogen ontvangen, dat vind ik toch wel echt geweldig. En we komen nog 2 keer. Kom je dan ook gaan kijken? Zeker komen we dan kijken, hè, Pintje. Ja, we zitten in Midden-Limburg en dan komen de Lee ook van Midden-Limburg naar Fortuna kijken. Ja, we zien zelfs van Bels naar Fortuna komen kijken. Van Bels? Ja, de Puilheuver? Ja, de grensheuver. Oké, en gevolg Fortuna Dekker of toevallig nu gewoon een uitstapje? Ja, soms. Ja, we zijn voor Genk, dus ja, ik kwam gewoon met Fortuna, dus dan komen ze ook kijken. Goed zo, fijn dat je hier zit. Maak er een schone middag van. Dank u wel. Ja, Sjoerd, vandaag eerste oefenwedstrijd. Ja, veel jonge jongens, veel jeugd, maar het zal er wat bij moeten, toch? Dat is duidelijk. Maar we hebben bewust gekozen om nu die eerste week inderdaad met een grote groep op te starten. Omdat je groot wilt trainen. Ja, dus er zitten veel jonge jongens bij. Eerste wedstrijd, een aantal verrassen in positieve zin. Dus dat is ook altijd wel leuk om te zien. Kunnen we deze week nog wat verwachten in of uit? Deze week gaat er nog wel of deze week, als je de zaterdag zondag meetelt, valt het mee. Maar volgende week verwacht ik wel een 5-6-tal transfers. Hebben we dan transfers naar Fortuna of gaan er ook nog mensen vertrekken? Beide denk ik. Maar met name inkomend. Oké, we zijn zeer benieuwd. We laten ons verrassen. Bedankt voor je tijd. Komt helemaal goed. Ja, naast me Paul Gladon. Paul, goede wedstrijden voor je seizoenshelft. Was het ABC'tje dat je contract verlengd werd? Vanuit mijn kant wel. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad met de jongens, met de club, met de staf. Dus. En ook in de omgeving met het wonen. Dus voor mij was het was duidelijk dat ik gewoon wou blijven. En uiteindelijk van de club ook, dus daar ben ik blij mee. Ja, dat wil ik zeggen. Ik denk dat je met je voetballende kwaliteit hebt laten zien dat je gewoon meerwaarde kunt zijn voor het team. Ja, dat denk ik ook. En dan moeten we dit jaar weer met z'n allen vol voor gaan. En dan moeten we er een mooi seizoen van gaan maken. Ja, en dan krijg je daar een speler naast je, concurrent, collega. Yilmaz uit Turkije, die man is bijna Cruijff daar.
Ja, nee, ik zeg dat wel. Het is natuurlijk, ja, ik denk voor iedere club, misschien in Nederland, is het ook een aanwinst, denk ik. En ik ben heel benieuwd als hij er is straks. En ja, ik kijk ernaar uit om met hem te trainen en te spelen. Ja, dan leek me inderdaad iets om uit te kijken. Ik wens je een heel mooi seizoen en bedankt voor het interview. Dankjewel, jullie ook. Ja, Brian, zo'n beetje de hele jeugdopleiding doorlopen. Vanaf welk team? Vanaf van het jeugdplan. Dus alles doorlopen. Dit is nu mijn 11e jaar. Nou ja, het is nu wel tijd om door te breken. Ja, je 11e jaar. En vandaag maak je je debuut in Fortuna 1. Hoe is dat? Ik had vorig seizoen ook al in de voorbereiding gespeeld. Maar ja, het is natuurlijk elke keer mooi als je met die grote spelers op het veld mag staan. En dat helpt jezelf ook natuurlijk. Betere spelers om je heen. Dus dan ga je zelf vanzelf ook beter spelen en beter worden. Ja, je traint nogal mee en dan gaan dadelijk een Siouvas en een Yilmaz aansluiten. Dat zijn ervaren internationals. Hoe ervaar je zoiets? Ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk. Daar kan je veel van leren. En zijn jongens waar ik naar tegenop kijk. Ja, Sjors, vandaag eerste wedstrijd. Kunnen we daar wat van zeggen? Ja, ik kies bewust voor niet te spelen tegen amateurs. Je kan ook tegen een amateurclubje spelen, 12-0 winnen en heel leuk naar huis gaan. We hebben een voorbereiding gekozen met echt goede tegenstanders. Want ik geloof wedstrijden moet je spelen om beter te worden. Dat zie je vandaag mooi terug. Zij wel 3 weken voorbereiding erop zitten. Wedstrijd 5 zijn wij geweest voor hun vandaag. Ja, wij waren wedstrijd 1. Dus ik kies bewust voor een tegenstander die ons gaat pushen. Dat zie je goed in de tweede helft, waarin wij tot minuut of 75 bovenliggend waren, goede kansen kregen. En zo'n laatste kwartier zie je dat opeens minder worden. Ja, dat is niet gek, want zij hebben al wat langer getraind. En dat is een mooi teken voor ons dat we nog moeten verbeteren, bijvoorbeeld in de fitheid. Maar we hebben nog 5 weken de tijd voor Ajax komt. Dus dat is ook geen heel groot probleem. Nee, er zal er wat bij komen, er zal er wat weggaan. We spelen vandaag in Nederweert op gras. En dat hebben we bijna geen gras. Nee, en voor ons is natuurlijk heel mooi als we een goed veld hebben met een mooie accommodatie eromheen. Waar ook toeschouwers lekker kunnen kijken, tribune erbij, gastvrije ontvangst. Dus we zijn heel blij dat we hier elke keer mogen spelen. Ja, ik denk dat het belangrijkste voor vandaag is dat de Fortuna-familie in grote getale weer bijeen was. Het voetbal, was de eerste wedstrijd. We gaan van hieruit de stijgende lijn inzetten en dan moet dat helemaal goed komen richting Ajax. Ja, dat vond ik ook bij de eerste training al. Je noemt vandaag al veel mensen langs de lijn, maar ook de eerste training die we een weekje geleden hadden, was ook heel druk bezocht. En het geeft wel mooi aan hoe de club is gaan leven. En daar zijn we binnen de club heel trots op. Dat we steeds meer en meer mensen zien die bij de familie willen horen. Dus dat is een heel goed teken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel voor nu. En we spreken ons volgende keer wellicht weer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Ja.